Halve diarree is de meest voorkomende ziekte bij pasgeboren kalf. Maar waarom is het zo belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak hiervan is? Dat vragen we aan Pleun Penteman, dierenarts bij MSD Animal Health. Hoi Pleun, vertel eens, waarom willen we dit nu eigenlijk weten? Er zijn eigenlijk een aantal diarreeverwekkers die heel erg veel voorkomen in de eerste 2 weken. En daar moet je vooral bij denken aan coli, rotacoronavirus en cryptosporidium. Als het niet helemaal duidelijk is wat de diarree veroorzaakt bij het kalf, is het verstandig om met deze 4 te beginnen. Omdat deze 4 zorgen voor 80% van de diarreegevallen. Natuurlijk zijn er nog andere verwekkers die diarree kunnen veroorzaken. Maar omdat elke verwekker een andere aanpak vraagt, moet je eerst analyseren waar je mee te maken hebt. En daar kan een mestonderzoek bij helpen. En waarom nou een mestonderzoek? Mestonderzoek kan direct uitgevoerd worden, geeft eigenlijk heel snel resultaat en is relatief heel goedkoop. Maar wel is het zo dat je eigenlijk altijd meerdere kalfjes met diarree wilt testen. En dat doe je eigenlijk altijd als je een ziekteverwekker wil aantonen. Stel dat 1 kalf iets afwijkends heeft, loop je het risico dat je de rest van de kalveren ook verkeerd gaat behandelen. Zijn er ook nog andere mogelijkheden om diarreeverwekkers aan te tonen? Ja, die zijn er zeker. Dus op het moment dat je mestonderzoek doet en die is meerdere keren negatief, of je doet een behandeling bij de kalfjes die niet aanslaat, kun je verder gaan kijken. Dan kun je denken aan uitgebreid mestonderzoek. Ga je naar meerdere verwekkers kijken of aan sectie. En sectie houdt in dat je gaat kijken bij een kalf wat is doodgegaan aan diarree. Naast een ziekteverwekker aantonen kunnen ook voedingsfouten en hygiëneproblemen naar voren komen. En die kunnen ervoor zorgen dat je kalven diarreegerichter kunt aanpakken. Mestonderzoek is dus een must. Dat klopt helemaal. Als je een mestonderzoek hebt kun je een goed plan van aanpak opstellen. En kun je ook gerichte kalveren gaan behandelen. Komt er niks uit, kijk dan verder. Er zijn meer mogelijkheden om naar een oplossing toe te werken. Oké, duidelijk. Dankjewel Pleun. En gun jij jouw kalven nou ook een gezonde start? Ga dan naar gezondkalf.nl voor meer informatie.